Beetje bij beetje erin en dan goed blijven roeren, jongen. Ja, goed. Ja, doe maar. De rekenboeken konden vandaag in de kast blijven. Bij OBS De Starter aan de Parkweg stonden namelijk alle activiteiten in het teken van de Groningse cultuur. Waaronder een kookworkshop op het plein. En zeg nou zelf, wat is er Groningser dan echte mosterdsoep? Wat zit er allemaal in? Er zit groentebouillon, bloem, boter. Er zit straks zeker mosterdje. En er zit nog... Er komt nog olijfolie, ja, en nog wat gerookte spekreepjes, kilo pak. En slagroom. Ja, goed hè? Ja, dat ziet het er mooi uit, jongens. We hebben gekozen voor Groningse streekgerechten. We wouden de eierbal maken, maar dat was wel heel ingewikkeld om die allemaal een beetje voor elkaar te krijgen. En zeker met kinderen, dus die hebben we toch maar eventjes niet gedaan. Dus we gaan gewoon voor de sandwiches bij de mosterdsoep. En hoeveel mosterd gaat erin? Aardig wat, hè? Ja, we maken 6 liter, dus we moeten er 18 eetlepels in. Een pittig soepje. Ja. We moesten een paar mensen de prijs snijden en ik dacht, nou, dat moet mij lukken. Ja, het lukt wel redelijk. Jongens, wat dachten jullie eerst dat jullie hadden gesneden? Prei. Ja, jullie dachten dat jullie prei hadden gesneden. Nou, ik zei net, normaal gesproken doen we altijd prei in de mosterdsoep, maar we hebben dit keer niet voor prei gekozen, maar voor... Ja, hartstikke goed, jongen. Bosuitjes hebben we gesneden. Nou. Nee, jullie hebben gelijk. Er staat inderdaad prei op. Bosui is ook lekker. Oh, anders kookt het zo aan. Hebben jullie al geproefd trouwens naar de soep? Nee, nou, hier, ga eens een beetje proeven. Is je lekker? Ja. Nou, wie wil meer proeven? Echt mega lekker. Normaal doe je andere dingen als nu. Normaal zit je gewoon aan het met de schoolboek te rekenen, tekenen. Maar dit is ook leren. Dus en dit is leuk leren. Oh, lekker man. Topsoep. Geweldig wat ze doen. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, echt heel leuk. Ruim maar een beetje op in de prullenbak. Hier liggen wat spul. Ja, dan moet ik een beetje opruimen. Ja goed, je ziet het al. De helft die hangt daar alweer in de rekken. Maar dat komt allemaal goed.